Uitleerpark is een unieke locatie omdat hier alles samenkomt. Prettig wonen, innovatief bedrijfsleven en leren. En Dordrecht mag echt trots zijn op deze locatie. Het is een parel, maar we willen hier nog veel meer mooie dingen gaan doen. Een bruisende campus waar duizenden inwoners met veel plezier leren, wonen en ontspannen. En waar bedrijven innoveren en creëren. Dat is de doelstelling voor de komende jaren op het Leerpark in Dordrecht. Er gebeurt al veel, er worden mooie woningen gerealiseerd. En de innovatieve samenwerking tussen onderwijs en ondernemers in de duurzaamheidsfabriek is veelvuldig bekroond. Daarbij heeft de duurzaamheidsfabriek de officiële status van Field Lab Smart Industry. Maar de ambities reiken verder. Ja, op het Leerpark hebben we op dit moment 3 VMBO-instellingen en een MBO-instelling. Die MBO-instelling is ROC Da Vinci College. Da Vinci College heeft hier ongeveer 200 opleidingen op 3 verschillende niveaus. Dat lijkt misschien veel, maar de arbeidsmarkt kent ook veel beroepen en dus zijn er ook heel veel opleidingen. Daarnaast is er een heel klein plukje HBO. Dat doen we samen met de Hogeschool Rotterdam. Maar er moet hier op het Leerpark veel meer HBO komen. Enerzijds omdat we zelf ook een HBO Drechtstede hebben, waar we allerlei opleidingen aan het ontwikkelen zijn, die een praktijk hebben in de duurzaamheidsfabriek. En dan is het ook logisch dat die opleidingen ook helemaal worden gegeven op het Leerpark. Daarnaast vraagt de arbeidsmarkt om veel meer verbinding tussen MBO en HBO. En die verbinding krijg je alleen maar als ze dicht bij elkaar worden gegeven. U staat hier in de duurzaamheidsfabriek, waarin we nu na 5 jaar, we zijn 5 jaar open, feitelijk een unieke samenwerking hebben tussen onderwijs en bedrijfsleven en overheid, waarin we werken aan innovaties van het bedrijfsleven, werken aan natuurlijk regulier onderwijs, het MBO en HBO vindt hier plaats en tegelijkertijd vindt hier ook het werk in de technologie plaats. Veel van wat u hier ziet staan in de moderne apparatuur, eigenlijk ook eigendom zijn van het bedrijfsleven die het ook gebruikt voor haar eigen trainingen en opleidingen. En dit is maar stap 1, omdat als je kijkt naar innovaties en die naar de markt brengen, je feitelijk praat over een keten van innoveren, prototypen maken en testen en die uitproberen in 1-op-1 prototypes en dan naar de markt gaan. En u snapt als u de fabriek ziet dat dit heel erg op de innovatiekant zit en op het onderwijskant, maar dat die innovaties, als je die wil maken, je daar ook productieruimte voor nodig hebt. En daarvoor gaan we aan de overkant een maakfabriek neerzetten. Een maakfabriek waar niet alleen deze combinatie van onderwijs en bedrijfsleven actief is, maar waar we ook start-ups kunnen faciliteren in hun innovatieketen om die prototypes te bouwen waar ze mee bezig zijn. Het Leerpark wordt niet alleen een plek om te studeren, maar ook om te wonen en te recreëren. De campus zal straks goed bereikbaar zijn, per fiets, auto, bus, maar ook per trein. Er moet een nieuwe halte komen, waar ook de lightrailverbinding met Rotterdam zal stoppen. Over 10 jaar is de Leerpark een inspirerende omgeving. Voor alle leeftijden, met fantastische woningen, een heel mooi afwisselend stedelijk woonmilieu, innovatieve bedrijven, een paar hbo-opleidingen, een leerpark dat heel goed bereikbaar is voor iedereen, per trein, met de auto, met de fiets. Een leerpark is een omgeving waar het bedrijfsleven volop samenwerkt, omdat hier hun medewerkers oren opgeleid. Het wordt een omgeving waar het fijn is recreëren, fijn is een kop koffie te drinken, fijn is om te leren, studeren. En fijn is om te wonen.